Bijna 900.000 abonnees. Abonneer! Bendy and the Dark Revival. We hebben hier jaren op gewacht. We kregen ooit een keer een trailer. Toen was het in één keer... Het was in één keer zwart. Maar de game is nu officieel uit. Net een paar uur geleden uitgekomen. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Wil je in deel 2? Druk op het duimpje omhoog. Nou, laten we op begin klikken. Dan gaat mijn avontuur beginnen. En ik probeer zo min mogelijk te editen. Ik durf niks te beloven, want ik zie nog wel dat ik met mijn editvingertjes toch nog ga editen. Oh, wauw. Dit ziet er echt prachtig uit. Joey Drew Studios presenteert. Yo. Always free to choose. We zijn altijd vrij om te kiezen. I know. What we want om te geloven wat we moeten geloven. Heel filosofisch. Back, maar wanneer je een stap terug doet... Really. Oké, het zal allemaal wel. De dingen die we hebben gedaan. Your past will come. Je verleden komt? Oké. Ik ben heel erg benieuwd wat voor game dit is. 18 juni 1973. Yo, koude oorlogtijd. Yo, teken in de koude oorlogtijd. Is dat baby Bendy? Zo schattig. There you go, little guy. Als Audrey. 800 more frames to go. Nog 800 tekeningen te gaan. En dan is deze prachtige animatie gewoon af. Druk op E om te staan. Nou, dat kan ik niet hoor. Oh, dat kan ik niet hoor, maar laten we dat wel gewoon eventjes doen. Waarom ben ik oprecht hyped om dit te spelen? Omdat het zo lang geleden is. Oké, nieuw objective, gaan naar de lift toe. Oké. Oh god, zien wij er zo uit? We zien er wel knap uit, jongens. Date me. Date me. Wauw, de game ziet er echt prachtig uit, jongens. Ze hebben het... Ah! Begint het nu al? Begint het nu al, jongens? Oh god, wat is hier gebeurd? Nou, iemand was blij om jou te zien. Is dit de deur naar het liftje toe? Als we dit even meteen even gaan openen. Hallo? Really? Really? Oh, zijn we opgesloten? Nou, gelukkig hebben we onze eigen sleutel. Pak je eigen kantoorsleutel. Nou, laten we dat eventjes mooi doen. Hé, hey, Bendy! Hé, hey, yo! Ik kan nog herinneren dat iemand een keer een knuffeltje heeft gemaakt van mij van Bendy. Die heb ik nog steeds hier ergens liggen. Bendy, mwah, ik heb je gemist. Mwah. Oh ja, kom friemelen. Oké, laten we deze kant maar eventjes oplopen. Want wij gaan natuurlijk eens de sleutel pakken. Here's the key. Oh, hier is de sleutel. Tegen wie praat je? Ben ik dit geweest? Ik hoop het gewoon oprecht niet. Maar we gaan deze deur opentrappen. Nou, of we doen het gewoon rustig aan. Saai. Not the most welcoming hallway I've ever seen. Nee, ik voel me ook niet echt welkom hierover. En waarom bewogen dat ding daar? Hallo? Is someone there? Is er iemand, jongens? Is er iemand? Is dit... Hey, waarom is dit appeltje niet opgegeten? Dat is echt heel smerig. Dat is echt heel erg ranzig. Maar wij moeten natuurlijk naar de lift toe. Is dit inkt? Lijkt op inkt. Waarom is deze deur nog open? Hallo? Hallo? Nou, er gebeurt zo te zien niks. Maar wij gaan dan wel even met de lift naar beneden toe. Hopelijk krijgen we een prachtig liftmuziekje. Hallo? Even in de gaten houden of we niet worden bespiekt, hè? Ik vertrouw dit deurtje niet. Gaat die dichtknallen? Oh, god! Wilson? Wilson? Oh, god, jouw oog. You scared me to death. I'm sorry, my dear. Het spijt me, schatje. Didn't mean to frighten you. Het was niet de bedoeling om je bang te maken. Je werkt te lang. Hij geeft me echt zo'n Huis Anubis vibe, man. Ik weet niet meer hoe die gast heet. Mind if I step in? Nee, ik wil niet dat je... Of course not. Thank you. Ik wil niet dat je hier in de lift gaat stappen. You look like you could use a little company. Company. Wat een creepy jij. Oké. It's been really nice this past week. Just beautiful. Just beautiful. Deze week was prachtig. Gorgeous. Prachtig. Oh god. Zitten we nou echt vast met hem? Please tell me we're not trapped in here. Zeg niet dat we vastzitten. Wees maar niet bang, mijn schat. Short in the system. Hij heeft echt veel zware check gehad, deze man. No need to fret. Oh. Oh, we zijn vrij, jongens. Ik zou het fijn vinden als jij me niet zou volgen, oké? Als jij hier zou blijven, zou ik echt al enorm blij zijn.
Oké, wat is mijn objective? Ga je me nu volgen? Waar ga jij heen? Wij gaan Jolambo. Oh, we kunnen niet eens recht doorlopen. Wilson? Oh, we moeten met hem praten. Oh! Oh my god. There we are. Ah, zijn we. Few more switches to throw. Follow me. Ik hoop dat we backstory krijgen over Wilson zijn oog. Waar is je pupil? Oké, volg Wilson. Oké, ik volg je wel. Dus wat is er met je oog gebeurd? Oh ja. Oh my god, dit is een prachtige Bindi. Oké, ik volg je, Wilson. Hé, dat is de banjo van... volgens mij van Boris, als ik het goed heb. Hey, Boris! Hey, dikzak, moeten we weer met je praten? Oké, doe de deur open. Nee, waarom loop je zo traag? Wacht eens even, is dit niet van de eerste Bendy game dat je hier allemaal dingen moet plaatsen? Waarschijnlijk gebeurt dat straks. Hey, de inkmachine! Wauw! Oh, hey, Wilson. Looks like someone's been messing with the exhibits. Waarschijnlijk moeten we wel dingen vinden, hè? On each of these pedestals. Oh, dan moeten dingen worden geplaatst erop. Do an old man a favor and go find him. Ja, tuurlijk. Ik help je. Als jij bezig gaat met de power, ga ik alle spulletjes vinden, oké, Wilson? Oké, we moeten spulletjes vinden. Dus muziek, een Benny knuffel, een potje... Hey, dat is hetzelfde als de vorige keer, volgens mij, als ik het goed heb. Oh, wat is dit trouwens? Oh, daar kunnen we de ink laten... Oh, ik heb het meteen kapot gemaakt. Waarschijnlijk was dat wel de bedoeling. Maar waar gaan wij nou weer alles vinden? Wacht, misschien kunnen we dit open doen. En dan hebben we meteen al zo'n moesleutel. Zijn we nou meteen al zo big brain? Oké, Wilson. Dan plaatsen wij de allereerste ding hierop. Zo. Ik moet toegeven, de game ziet er echt heel mooi uit. Dan moeten wij nog een paar dingen te pakken nemen. Oh, hier is het knuffeltje trouwens. We moeten nog een inkpotje vinden. En die ligt... Oh, die ligt gewoon hier. Illusie van het leven. Oké, ja. Oké, we hebben het boekje en nog alleen muziek. Oh. Hey Wilson, we hebben alles. Oké, deze plaatsen we erop. Ik ben oprecht hyped hiervoor. Oké, Wilson, alles is klaar. Only one thing left to do. Oké, wat moeten we nog doen? Haal de lever over. Oké, daar ben ik wel goed in. Oké, Wilson, ik heb het nu gedaan. Turn on the power. Oh god. Wilson? The things you've set in motion. What's happening? The ink is calling us. Is it Lord of the Rings? Can't you hear it? Ja, ik hoor het niet. Shh. Oh, zelf je mond. We're going home. We gaan naar huis. Edward, ik denk dat Edward trouwens Alice is. Denk ik. Bij Big Brain. Oh god, we gaan onszelf laten verzuipen. You will forget everything. Nee! Let's go! Come find me, Audrey. Come find me, and I'll show you your purpose. I'll show you. Ja, laat je het mij zien! This can't be rude. Ik wil de waarheid niet zien. Ik wil niet doodgaan! What are you doing? Oh no! No! Oh god! Dit was raar. We zijn vermoord door Wilson! Oh my god, Bendy and the Dark Revival. Ik heb er zoveel zin in! Hey! Ik ben echt benieuwd wat we kunnen verwachten hoor. Oké, dan gaan we dan. Hallo? Is iemand? Oh my god, ik hou van deze stijl. Ja, we zijn Alice geworden. We zijn Alice geworden. Oh, mijn vingertjes zijn zwart. Wat is er gebeurd met mijn handen? Oh, daar is Wilson. Oh god, ik vind hem echt eng, man. What's happening? We gaan geen... Oh, wee als Andrew hier is. Wij gaan geen medeleven tonen. Escape the studio.
Ja, we weten hoe dat de vorige keer eindigde, hè? Toen knakten we door. Kunnen we hier naar boven klimmen? Nee, we kunnen hier niet naar boven klimmen. Dat is een beetje cringe. Bendy! Mwah! Ik hoor iemand janken. Hou je bek. Moeten wij deze kant oplopen? Waarschijnlijk moeten we toch wel... Ik hoor iemand Oh, we hebben hier trouwens een briefje. Maar eerst gaan we even hierin kijken. Wij zien hier stokjes. Wordt dit een lightsaber? En hier zit niks in. Maar we hebben ook een papiertje gekregen. Elke grote verhaal begint met een mysterie. Ook al zijn sommige dingen een beetje donker bij de start, de waarheid komt altijd naar je toe. Wees niet bang voor wie je bent. Wees alleen bang voor wat je komt. Oh my god. Ja, dat is wel een beetje duister. Wacht, moeten wij hierin graven? Nee. Oh, wacht eens even. Wij moeten hier nu iets in plaatsen zodat we wel naar boven komen. Oké, dan is het gelijk minder cringe. Maar ik weet niet zeker of wij Alice zijn, hoor. Oh, laten we naar boven klimmen. Ik word echt een beetje moe van dat gejank, hoor. Welkom thuis. Oh, dankjewel. Oh, weer een papiertje. Jij denkt dat ik kleine kittens aan het verzuipen was terwijl mensen naar me keken? Ik heb nooit zoveel teleurstelling gezien in mensen hun ogen. Als de management niet de rekening kunnen betalen... Oh god. Dan zal de bank de goodies terugpakken. Maar alsnog... Maar af en toe breekt het me nog steeds. Hoe pijn het me doet. Hoe erg ik van oude cartoons hield die op deze plek werden gemaakt. Maar ja, tijd veranderen. Tijd... Oh ja, het leven gaat door. Danny Wester. Oké. Van de... Oh. Oh. Ah, Wilson! Hou je mond, Wilson! Nee, je bent niet mijn vriend. Je bent ook niet bij mijn beschermer. Voor 211 dagen? Oh. Oh. Oké, wat voor favor wil je vragen? Buiten mij om is er dus een vreemde meisje en die moeten wij naar Wilson brengen. Nou, dat voel ik niet. Ik weet niet echt wat ik hiervan moet vinden. Maar we gaan wel langzaam naar boven toe om te kijken wat voor shenanigans wij belanden. Nee, de Bendy, red me please, oké? Dus ze waren één. Oh, de deur gaat open. Oh, god. Oh ja, de Butcher Gang, dat ken ik nog wel. Oh. Dat is de Butcher Gang. Hey. Mwah. Heb je me gemist? Mwah. Oh, Bendy. We kunnen hier naar luisteren. Laten we even luisteren. I just received the call. Joey Drew is dead. What a quiet end to an extraordinary life. Last I heard he was staying in some cramped apartment downtown. Okay. You practically hear the rats through the telephone when he called me last April. In spite of that, old Joey sounded quite happy when last we spoke. Yeah. More like the excited, hopeful young man I knew once upon a time. Well, farewell, my friend. Rust zacht, Joey Drew. Joey Drew is dood. Hij woont in een appartementje. Je hoort de ratten lopen door zijn telefoon heen. Wanneer hij het laatst belde in april, klonk Joey een beetje vrolijk. Maar wel, mijn vriend. Oké, maar wat gebeurt er nu met je cartoons? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. En waar moeten we heen? Dat weet ik ook niet. Is dit een deur? Nee. Hier moeten we teruglopen. Dat zie ik nog wel gebeuren. Maar we gaan eerst even kijken of we hier wat kunnen vinden. Misschien hierboven. Ja, we kunnen hier wel naar boven toe. Moeten we via de... Oh, we kunnen gewoon via de muur naar boven klimmen. Zo sick. Ik vertrouw trouwens niet dat je hierin kan verstoppen. Dus... Oh, hier kunnen we trouwens wel in kijken. Misschien vinden we hier wat in. Helemaal niks. Inkt. Helemaal niks. Beetje cringe hoor. Laten we dit even openhalen. En ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. En zo te zien gaat daar wat open. Maar ik heb het gevoel... Druk shift om te sprinten? Ah, nou nee. Ik denk dat we straks moeten verstoppen. Want ze zetten hier niet voor niet van zulke kasten neer. Oh, dat vind ik helemaal niks. Wij gaan ontsnappen, hè, uit deze geks. Hey, Bendy! Waarschijnlijk kunnen we deze weer openen. Zit er wat in? Nee. Ik raak nu op paranoïde. Oh, maar hey, dit herken ik nog wel, volgens mij. Hoor ik trouwens iemand lopen? Ik heb geen idee. Boris! Okay, laten we deze ook nog maar even overhalen. Oh, god! Kunnen we dit nog een keer doen? Autosave. Oh, sick. Scheelt mij weer. Oh, hier kwamen we de vorige keer. Konden we die kasten volgens mij laten bewegen? Toen kwamen we in één keer Benny... kwamen we in één keer de inkmonster tegen. Oké, okay, maar we klimmen naar boven.
Oh my god, begint het nu al? De Butcher Gang! Oh, die was echt smerig. Run and hide! Ik wist het dat we moesten verstoppen. En gelukkig kunnen we hier gewoon niet verstoppen. Snel, 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 snel. Begint het nu. Hey. Ja, hey. Je klinkt als Wilson. Oké, nu kunnen wij weer weg. Is hij, Oh, Lone Hell, grab a snack. Kunnen we eten fixen? Ik wist dat we dit konden openen. Want ik ben zo'n goede gamer. Oeh, Bendy soep. Ik hou ervan. Hey, Alice. Oké, wij zijn dus niet Alice. It's not so good. Oh, de soep is niet goed. Zij gaat ons niet pijn doen. Don't touch me. Wat ben jij? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. Het is heel eng. Actually pretty lucky. Oh, dank je. Could have turned you into a searcher. Ik ben blij dat ik geen searcher ben geworden, geen zoeker. No, that's a piper. And he's part of the. Oh, dat was een piper. Nou, wij als Andrew moeten dan echt die pijper eventjes teleurstellen, hoor. Searchers don't have legs and they tend to swarm. Okay. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Dat zou ik zeker doen. My advice. Head to the upper levels. Okay, dat is jouw advies. We moeten naar boven omdat het daar veiliger is. Kunnen we met je mee? I'm sorry. Hey, waarom kunnen wij niet met je mee? He doesn't care for strangers. Okay. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. Dankjewel. I hope we meet again. Doei Alice. Mwah. Ik dacht dat het misschien Alice was, maar blijf het niet. Ik zie de reacties al van. Stay away from the ink demon. Okay, ik kom niet in de buurt van de ink demon. Oh, you'll know him when you see him. He likes to smile. And he kills anything that moves. Okay. De ink demon houdt van om. Hey, laat me even praten! They call me Alice. Hey Alice. Not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Dankjewel! Welkom in de studio. Welkom in de studio. Oké, nu is het verdwenen. Wat zou ik zeggen? Ja, ik zie de reacties al van jullie van. Het is er niet Alice. Het is net een uurtje uit, oké? Okay? Shut up. En als het online komt, is het al een paar dagen. Oké, maar we moeten dus naar boven. Hopelijk komen we geen pijpen tegen. Oh, we kunnen twee kanten op. Ik ben eerst benieuwd wat we hier kunnen vinden, trouwens. Bendy! Oh, daar ben ik wel blij mee. Oh my god, wat is er met ons gebeurd? Oh, we gaan ook echt net kijken. Oh nee. Want het is van in. Oh, kunnen we nog een keer kijken? Oeh. Oh. Ik draag geen kleding. Oh, ik draag wel kleding. Waar is de speelgoedman? We crouchen hier eventjes doorheen. Oh, we kunnen hier straks ook. Gaat dit verder? Nee, zo te zien niet. Oh, jawel. Security lock. We moeten een code vinden, zo te zien. Er komt straks weer iemand aan. Anders doen ze niet van die gekke high dingetjes. Oké, zit hier eten in? Nee. Bendy! Waar is de speelgoedman? Laten we dit weer gaan luisteren. Ja, so those Gen Corporation boys are kind of strange. Ja? Every time I come back to work, they put in even more of their pointless gadgets. Last week, they built some kind of, I don't know, electrical towers over near the animation alley. Gekke gadgets. This week, they added security codes for opening doors. Security codes? En die moeten wij vinden. We do here anyways. Last I checked, we make toys and silly cartoons. This ain't Fort Knox, you know what I mean? Now, it's my job to look over these shipping invoices and remember a bunch of random numbers? Yeah, no freaking thank you. I'm just gonna record the door code here so we don't forget it. Code is 451. 451. En waarschijnlijk is dit niet de code van deze deur. Het is te easy. Oh, jawel. Okay. Ik heb het fout. Waar zijn we nou weer? Oh my god. Oké, okay, hier kunnen we weer wat luisteren. It seems that Archgate Studios, in all its misplaced admiration, was so eager to absorb the life's work of that crooked charlatan Joey True, they didn't fully realize what they had acquired. Call it fate that I just happened to be there.
delivery boys dropped one of the crates. Oh. It smashed open. Het ging open. En in die krat zat iets speciaals. A mass of yellow steel and beautiful rivets. Some kind of ik denk dat ze bedoelde de inkmachine, toch? Hoop ik. So the fools put it on display for all to see. But I could tell that this crude device held secrets. Secrets that could be mine. Okay, Wilson wil dus heel graag de secrets hebben. De secrets van wat er in dat kratje. Ik denk dat de inkmachine is, though. Ik denk het wel, omdat hij zo vreemd deed bij het begin van deze game. Hey, Pindy! Hallo? Oh, god! Oh my god, dat was weer de budget. Pindy! Dat was weer de budget, gang. Oh my god, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oké, we springen naar beneden. En dan kunnen we hier doorheen grouchen. Ik schrik me soms echt wezenloos. Oké, laten we deze even overhalen. Ik zie hier niet voor niets nu een switch. En er is nu wat open aan het gaan. Denk hierboven nu? Ergens? Ik denk het! Ik denk dat dit is... Ja, dit is net geopend. Hallo? Pindy! Wat is dit, een wapen? Even kijken wat dit is. Het is voor mij een... Oh! Waarom zou je het kapot slaan? Oh, nu zijn we helemaal inkt geworden. Waarom zou je dat kapot slaan? Select... Oh, we kunnen... Je kunt dingen upgraden? Zou ik voor held gaan of stanima? Ik ga voor held. Held, zodat we wat meer klapjes aan kunnen. Nee. Maar waar moeten wij dan nu heen? Oké, daar was iemand van de Budget Gang. Oké. Er ligt hier nog koffie. Er zit geen schimmel in. We kunnen dit verplaatsen. Oké, laten we het even mooi doen, want ik ben zo goed. Oké, dit hebben we nu mooi gedaan. Laat los, please. En dan kunnen we hier... Oh. We moeten dit proberen te openen. Kunnen we daar echt zo'n schaartje voor vinden? Zo'n knipper? Zo'n heggenschaartje? Die moet dan waarschijnlijk hier toch wel ergens in de kast zitten. Oh, sleutels. Nou, laten we dit dan maar met de sleutel openen. Wat cringe is. Oké, hou dit dicht. Nee, dat voel ik niet. We houden dit gewoon lekker open. Gewoon wat lopen trouwens. Ik vertrouw dat echt voor geen meter. Oké, Animation Ally. We zijn nu in een steeg beland. Van animatie. Wat is dit trouwens? Oh, collect the gen parts. Kunnen we onszelf upgraden later ook nog? Oké, we openen dit. Ah! Oh my fucking god, wat ben jij?